Ja, wat moet ik zeggen? Sorry. Bedankt, hè. Het voelt als afgemaakt worden door mijn eigen broer. Ja, ik had het liever niet gedaan, Linde, maar... En wat nu? We zien elkaar terug. En hopelijk ook buiten de slimste mens. Vond het echt heel leuk. Jij doet dat nog goed. Die kalvo kapot. En dan de finale en dan zal ik u terug kapot maken. Ja, 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 ja. Ik ben uit de slimste mens gespeeld. Bon. Ja, 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 ja. Ja? Ja! Ik ben uit de slimste mens gespeeld. Maar er zijn ook nog andere leuke dingen gebeurd deze week. Is dat goed? Als je niet abonneert op Linde, haar kanaal, dan ga ik siliconen spuiten op een eigen team. Daar zijn we weer. Hi, hi! Heb ik u doen verschieten? Ja. Is dat hier naar uw chicas van vanochtend? Blozen dat wij dan doen. Oeh, daar is hem ze. Oeh, Vio, pas stop, zij komt eerst naar u. Het is me too, maar het is prettig. Oh, die heeft echt veel kittels, dat wisten we nog niet. Bram. Ik denk dat ik hem al een beetje hoor. Ik denk dat ik hem al een beetje hoor. Ik denk, heb de nimmer in mijn knieën. Want vannacht komt Sint-Niklaas. Al ben ik echt verschrikkelijk moe. Ja, geef maar kusjes aan uw slimste presentatrice ter wereld, hè. Wie dat is? Winnares, zo zou ik ook graag willen worden aangesproken de rest van de dag. Dus, dit is mijn ochtendritueel. Tijgertje, botertje, boter, dertig genoeg boter en feestje, kaasje. Dit, elke ochtend. En soms doe ik er nog een vlees bij. Als het feest is, ik ben de vleeste mens. Tijdens nieuwsgroepen. Ik krijg als BV heel veel post met ook uitnodigingen voor special events. Maar het ding is, het is niet omdat ik een BV ben dat ik niet weet wat delen is. Bijvoorbeeld, ik heb nu net een superleuke uitnodiging gekregen voor dit leuke artistieke kortfilmfestival. En dan zeg ik gewoon, het hoeft niet altijd voor mij te zijn. Karel, geniet ervan. Je hebt het verdiend. Violet, hè? Ja? Ik heb toevallig een uitnodiging gekregen voor het kortfilmfestival. Dat is in Leuven en ik dacht wel dat het iets voor jou was. En het goede is, Violet is echt blij. Hey, want je houdt van de kortfilm, hè? Leuke korte misschien film. Misschien ga ik wel eens kijken, ja. Dames en heren, hier is ze weer. De slimste collega ter wereld. Dank u, dank u, dank u. Violet, zo spontaan. Kijk, ik ben Casey Neistat. Ho! Het is gewoon een ondergrond die echt enorm tegenwerkt. Kun je skaten? Jawel, zeker wel. Of vaardig in een blader. He was a skiller boy. Het is woensdagavond. Ik zit rond deze tijd tussen Isolde Lazoen en Thibaut in de slimste mens. En tegelijkertijd ben ik hier. Ik ben gisteren uit de slimste mens gekegeld. Bram, ben je teleurgesteld in mij? Ik heb dat goed gedaan. Hou je nog van mij? Ik heb je liever een beetje dom. Oh, oké. Ja, we zitten hier met een vervanger van Vio en we laten die 's morgens knielen. Kruip als een hond. Kruip dan toch. Blaffen. Doe je best. Nee, Ulrike, is de deur open? Nee. Dat gaat niet gaan, dat zie jij toch ook? Stom wijf. Dat is niet waar, hè. Ulrike is een heel toffe collega. Het is de middenste. Ik kan nog wat bijleren. Voilà, kijk, dat hoor ik graag.
Zo, dat was de vlog voor deze week en we gaan eruit met Jasper Steverlink, die deze week is langsgekomen op Studio Brussel met zijn nieuwe single. Hij wou het niet meteen toegeven, maar het deed me toch geweldig veel plezier dat hij zich voor zijn nieuw liedje heeft laten inspireren door Linde Vlocht. Jasper Steverlink is hier, speciaal komen vertellen over zijn nieuwe single, Here's to Vlog. Wat? Moet ik dan nu zingen? Zo 's morgens vroeg? Nee, dat gaat niet. Here's the vlog. Here's the vlog. Here's the vlog. In vlogless time. Ik vind het een super mooie single. Here's the vlog. In vlogless times. Als jij nog eens een backing nodig hebt, ik ben er, hè. Schrijf jij teksten? Ik kan dat doen. Ja, maar alles heeft zijn prijs natuurlijk, hè. Mag ik u bellen dan als ik zo al vastzit? Jij mag mij altijd bellen als je vastzit. Okay. Ook met je rug, hè. Oké. We bellen nog, hè. Ja, sorry, hè. Here's the vlog. In Vlogless times. Vlogless times. Ah, ja. Ik zou ook wel echt je graag nog... Sst. Ik wou nog zeggen aan de lieve mensen en organisatie van het Kortfilmfestival dat wij echt houden van korte films. Toch?